niet zo evident, omdat we natuurlijk zelf geen autisme hebben, maar ik tracht het mij vaak voor te stellen als terugdenken aan de eerste rijles met uw vader. Iemand die het niet heel gestructureerd aanbrengt en die u in de wagen plaatst en zegt, goed, start hem maar, ontkoppelen, schakelen van eerste naar tweede, begin maar, kijk naar links, kijk naar rechts, vooruit, achteruit, sneller, trager, de brug op, er is een voetgang. Al die informatie die komt maar. En tijdens je eerste rijles dan kan je dat niet allemaal verwerken. En op een bepaald moment gaan veel mensen de auto aan de kant zetten, gaan boos worden en gaan zeggen, rij maar zelf. En dat is iets, denk ik, wat mensen met autisme vaak meemaken, maar dan niet enkel tijdens die eerste rijles, maar voortdurend. Ze krijgen heel veel informatie die ze niet verwerkt krijgen. Er worden dingen van hen verwacht. En ze kunnen daar op dat moment niet aan beantwoorden. En dan gaan ze boos worden of gaan ze zich even terugtrekken of gaan ze zich bezighouden met wat ze wel kunnen of gaan ze een situatie opzoeken waar er minder prikkels zijn. En wij gaan na een paar rijlessen weten hoe dat in elkaar zit, maar voor hen blijft het wellicht altijd zo chaotisch. Een andere vergelijking die ik vaak gebruik heeft te maken met cricket. Ik denk dat heel veel mensen de spelregels van cricket niet kennen, maar stel u voor dat je naar een cricketwedstrijd aan het kijken bent tussen Engeland en Pakistan, dat je langs de kant staat en dat plots iemand uitvalt in het team van Pakistan en men roept jou op om te komen meespelen. Je staat er in een veld waar je de regels niet kent van het spel dat gespeeld wordt en die mensen die roepen allerlei dingen naar jou in een taal die je niet begrijpt. En jij kan daar niet aan beantwoorden en iedereen wordt kwaad op jou en jij kan niet zeggen waarom je daar niet op kan antwoorden. Je kan geen vragen stellen en je weet niet wat je moet doen. Ik denk dat mensen met autisme zich soms zo moeten voelen. Ze zitten in een wereld waarvan ze niet al de regels kennen.